De InnoTap-conferentie heeft 28 september plaatsgevonden in Nijmegen. Het thema Innoveren voor een duurzame stad stond tijdens deze editie centraal. Ben Dankbaar is een van de organisatoren van het congres en vertelt waarom hij het belangrijk vindt het congres te organiseren. Ik denk dat het leuk is om mensen te laten zien wat er allemaal kan. Mensen op nieuwe ideeën brengen. En dan laat je ze een beetje theorie zien, maar je laat ze ook bedrijven zien die al met allerlei nieuwe dingen bezig zijn. Een van de bedrijven die al met verschillende dingen bezig is Nijhuis Industries. Wilbert Menkveld vertelt over hun nieuwe concept. Nou, we zijn een concept aan het ontwikkelen om urine op festivals om dat op te werken weer als schoon water en meststoffen. En daar kweken we vervolgens muntthee mee met die dingen. En dan proberen we met dat schone water en die muntthee bieden we de mensen die urine gebracht hebben, dus naar het toilet gegaan zijn, brengen we vervolgens een kopje muntthee aan. Muntthee maken uit je eigen urine. Menkveld gaat het meer om het achterliggende idee. Aan de ene kant is het bedoeld om een stukje bewustwording te creëren bij de mensen die zeg maar naar zo'n festival gaan. Hè, om eigenlijk heel pragmatisch zeg maar de circulaire economie voor te stellen. En aan de andere kant, het doel erachter is ook om gewoon een concept te ontwikkelen waarin je uiteindelijk zulke soort concepten haalbaar maakt. Maar juist het voldoende haalbaar maken van deze concepten, daar schort het in Nijmegen soms nog aan. Aldus Riekes Wolbers van Novio Tech Campus. Ik vind Nijmegen een innovatieve stad, zeker. Ik denk dat er veel nieuwe ideeën ontstaan en tot bloei kunnen komen. De implementatie en het doorgroeien van de ideeën naar echt grotere bedrijven. Nou, daar moeten we met z'n allen nog een beetje een zwengel aan geven, want ik denk dat dat nog wel een belangrijke verbeterpunt is.